Dat nog even over de eerste plaat, maar nu... De NPO Radio 2 App Service. Blijf maar een app-service pingel draaien, maar het is helemaal geen app-service. Ja, we moeten stem-service. Dat moeten we gewoon regelen. Wat gaan we doen, Annelien? We hebben Erwina aan de lijn. Erwina, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt gestemd. Ik heb gestemd. Ik hoorde van Annelien dat jij daar veel werk van maakt. Dat klopt. Vertel. Nou, ik maak ook Spotify-lijst van mijn voorkeur. En op mijn andere Spotify-account, dat ik dus niet heb gebruikt nu, heb ik meer dan 3000 lijsten. Dus ik besluit overzichtelijk te maken en opnieuw te beginnen. Oké. Maar jij maakt van de tips maak jij een Spotify-lijst. En ja. Zodat je ze beter kunt beoordelen of ze goed zijn of niet. Of, ja, we beginnen bij de free choice en dan een beetje wat ik aflopender vind. En ik begin bij de beste. Wow. Hey, en ik ben ook muziek samensteller, dus ik ben ook heel erg met die dingen. En ik geef dan punten of sterretjes aan liedjes. Doe jij dat ook? Nee, dat is niet. Oh ja, ik doe dit samen met Menno Visser en wij wisselen dan waarderingen uit ook. Oh, wat leuk. Al ouderwets systeem hoor. Wat is daar ouderwets aan, dat je iets waardeert? Nee, met sterretjes. Hoe zou jij het doen? Ik weet het niet. Nee. Ik heb geen alternatief, maar het klinkt zo. Oké, ik geef 3 sterretjes voor die en dan komt die weer. Nou, ik geef er 4. Ja. Het is overzichtelijk, maar het is... Zo gaat het, inderdaad. Het is een beetje kneuterig. Ja, nou ja, maar ja, als je het met z'n tweeën doet... Kijk, jij zegt zet ze in volgorde van populariteit, zou jij zeggen. Ja. Maar dat klopt niet helemaal, want soms vinden we iets even goed... en dan vindt de andere één wel goed en de ander niet goed. Daar kom je niet achter dan. Oké. Nee. Goed, laten we het niet al te diep op dit... Weet je nog wat je... Ja, je hebt er zo'n wetenschap van gemaakt. Wat heb je gestemd voor deze week, als we dat mogen vragen? Ja, ik begin met de free choice, Melody van Pixie. Okay. En dan de eerste is Do I Love You, Indita Do van Bruce Springsteen. Zeker, ja. I Had a Name en The Vice is op 3. Ah, wat goed. Dat zijn goede platen, lekker. Die kunnen ook steun gebruiken. Oh nee, vergeet erin. Wacht even, I Was Wrong op 3, I Had a Name op 3. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hartstikke goed. Nou, je hebt sowieso een t-shirt verdiend. Draag hem met trots, want het is een zeldzaam exemplaar. Zoveel zijn er niet van. En blijf lekker stemmen. Ja, en moet ik nog het adres noemen van mijn Dat hoeft niet op de radio, hoor. Oh, het adres van je Spotify-lijst mag je even noemen, zeker. Oh, Spotify-lijst wel. Ja, zal ik dat noemen? Ja, zeg het. tiny.com/v15 tips met een z aan het eind. Tips. Tiny dot. Zeg het nog eens een keer. tiny.com/v15 tips met een z aan het eind. Kijk, dan heb je een heerlijke Spotify-lijst met de tips van de Vrolijke 15. Dankjewel en veel plezier met je shirt. Zou wel lukken. Oké, doei. Bye bye. Verrukkelijke tips. Juist, de verrukkelijke tips. Ik heb weer een nieuw tippakket voor je.